Hey guys, leuk dat je kijkt naar deze vlog. Wij zijn van het brainstormen en als we vakantie hebben dan nog meer. En ook van de acties. We nemen jullie een dagje mee in de acties van vandaag. We gaan naar jouw marktkraam. En we gaan eens kijken hoe dat systeem in elkaar zit. Ik heb daar alles een vlog over gemaakt. Helemaal in het begin van mijn vlogcarrière. En we zijn aan het denken om nu zelf daar ook een standje te nemen. Dus ga met ons mee. Hoi. Hoi. Ik heb de nieuwe taco. Is die weer. Nou, we hebben een plekje uitgekozen en aanstaande vrijdag gaan wij wat spulletjes brengen. Dus we gaan dadelijk even de zolder opduiken en sorteren. Oké, jongens, dit zijn allemaal spullen die dus op zolder al bewaard zijn voor verkoop. En die ga ik nou even sorteren. En de leukste dingen die gaan naar jouw marktkraam. Oké, ik ben er doorheen. Wat een werk. Ik laat even zien. Speelgoed. Decoratie en boekjes. En kleren. Dat is een IKEA tas vol. En nog wat decoratie. Dit is kleding die ik ga weggeven. Dit staat op Marktplaats. Hier zijn ook wat kleertjes die op Marktplaats staan. En dit is mij. Oh, je bent al aan het koken. Dankjewel voor het koken. Ja, baby. Hey, papa. Kom je ook niet vergeten? Ik sluit dan. Oké, okay, let's go. 1, 2. Hebben jullie in de nieuwjaarsvakantie ook altijd de kriebels om alles op te ruimen? En als je dan besluit om één meubeltje te verplaatsen, eindig je later met een heel huis wat over kop staat en alle meubels ergens anders staan? Dat is dus nu gaande. Ik laat jullie dadelijk even zien wat allemaal gebeurt. Die is al verkocht. Wordt morgen gehaald. Nou, hier komt dadelijk een Eén persoons bed, een nieuwe, althans een marktplaats gekocht, die je kan uittrekken, waardoor je met twee personen naast elkaar kan slapen. Ja, die komt van Lea's kamer af, moeten we even kijken. Ik denk dat die naar zolder moet. Dan. Hier is die net weggehaald. Hier is een groot bed voor Lea. En die kast komt bij mij op de kamer waarschijnlijk om een plaats te sparen. En hier zijn allemaal spullen voor de verkoop. Mijn kast leeg gaat. Dit is nu mijn kledingkast. Ik heb heel veel weggedaan. Nou ja, ga zo maar door. Dit is het voor nu, maar we zijn er nog niet. Dit is trouwens kast en bed van mij vroeger. Super grappig. Gaan jullie mee naar de IKEA? Nee. Hè? Nee. Okay. Mochten jullie je afvragen, wat zijn jullie allemaal aan het doen? We hebben wel eens vaker logees en dan vinden we het gewoon fijn als er wat meer ruimte voor is. Dus we zijn de kamers een beetje slim aan het inrichten. Ook voor het geval dat stel we gaan eens op reis en we willen misschien de woning verhuren. Dan, nee, dat hebben we ook op lange termijn in ons hoofd. Maar ja, dat dus. Appel. Oké, we zijn terug van IKEA. Dit is het voor nu. We waren op de matrasafdeling en daar gaven ze aan dat je voor een kind een zacht matras moet hebben. Dus het is nou een zachter matras. En wat ik nou wel gedaan heb ter bescherming is eventjes zo'n kussen. Zodat ze niet met haar hoofd hierin kan steken. En hier aan de zijkant, want er was best wel een opening. En dan voor nu, voor de eerste keer, leg ik hier ook wat kussens nog op de grond daarnaast. En dan gaan we kijken hoe dat meisje hier slaapt, hè? Gaan we de billen doen? Gaan we een verhaaltje vertellen? Gaan we even een middagdutje doen? Yes? Ja! Ja? Ja! Vind je het leuk? Ja! 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 Ja!
Ja, ga maar liggen. Mama gaat het goed doen. Het boekje. Kijk, mijn bed. Dat is hetzelfde. Mooi, je gaat leren, zeg? Ja. Laat het verhaaltje uit. De gordijntjes even dicht. Kusje. Slaap lekker, meisje. Goedemiddag. Lekker slapen, lieverd. Doei. Dag, schatje. Tot zo. Grote bed? Was je een grote meid? Oh, mama, trots op jou. En daar komt Nikki's bed. Tak, tak, tak. Maar het is gewoon een vierkant, dus het maakt niet uit. Zo, welkom bij onze vlog. Help, mijn man is klussen. Een of andere troepbed. Of een peperkoek in de kamer. Heel belangrijk. Creëer genoeg ruimte voor jezelf. Om te kunnen werken. Lukt wel, hè? Ik sta hier. Dit is hier een heel belangrijk laag. Hoe houd ik een plankje vast? Het gaat aardig goed. Nu gaan ze serieus met een plankje in leggen, want het slaat natuurlijk echt naast. Die kan ik ook gewoon niet tegen. Ik weet niet wat je doet met. Nee, je bent een mooie. Oké, ik ga iets in de douche doen. Ik had bewust die vrouw nog gevraagd wat voor matrassen erop moeten. En ze zei 90. Ik zeg, weet je zeker dat het niet 80 is? Nee, 90. En dan klopt het dus niet. Dus Maarten moet even terug. Om twee nieuwe matrassen te halen. Mama komt, schatje. Kijk, dan kunnen we hier gaan trekken. En dan schuift die uit. En dan... Oh. Hebben we een tweepersoonsbed. Dan kan iemand logeren. Dan kunnen er twee mensen slapen. En daaronder komt dan, als we het zeg maar dicht schuiven en het een éénpersoonsbed is, dan komt het matras wat hier is, komt onder in de la. Vind je dat niet een coole uitvinding? Ja. Ik heb heel hard gewerkt vandaag. En ik laat jullie even het eindresultaat zien. Nou ja, bijna eindresultaat. Deze komt nog weg. Even flink zijn. Goed tijd. Ik wil eruit! Zeg moezel. Dokter Pip komt aan de wereld. En hier is dan Lea's kamertje. Dus uiteindelijk slaapt Lea dus hier. En hieronder ligt dus een éénpersoonsmatras. Dus hier kan dan ook nog iemand slapen. En hier zit de... Leda's kledingkast, die stond daar. Dat waren twee deuren, twee laars. Het was best groot. En ik heb nu flink minimalistisch huis gehouden. Dit is wat er nu overblijft. Ben je... Ja? Lea, ben je blij met je bed? Mijn superheld. Ben je superheld? Ja. Lea, wat vind je van je bed? Mooi. Ja? Kijk eens. Als je springt, moet je heel voorzichtig zijn dat je hier niet je hoofd stoot. Goed? Niet daar tegenaan springen. Ja. Kijk jongens, en hier is het dan achter de schermen. Dit moet nog in mijn kast, maar daar is er geen plek meer voor. Dit gaat naar jouw marktkraam morgen. Dit gaat naar een goed doel. Hier nog wat kleine dingetjes. Mijn kleren hebben eerst in deze kast gezeten. Er zitten nu Maartens kleren in. En de kleren van mij die dus hierin zaten, die heb ik dus nu ook met minimalisme hierin kwijtgekund. Het is vrijdagochtend, 7:15. Ik heb Lea gevoed
En Maarten is naar beneden met de kids. Ik ga even douchen. Gaan we de kids naar oma brengen. En dan brengen we onze spulletjes die nog heel goed zijn naar jouw marktkraam en landkraam. Dus we hebben flink wat te doen vandaag. Veel plezier bij oma. Dag. Dag jongens. Doei. Doei. Stampenvolle kraam, maar... Ja. We hebben papa en mama tijd, hè?